dus zeggen. Kijk je naar de wereldranglijst, dan zou dit de spannendste wedstrijd misschien wel moeten worden van vandaag. Terwijl McKinstry maar meteen begint met 180. Waarom niet? Hij is er nou toch. Op de wereldranglijst zijn dit namelijk de nummers 14 en 15. Waits, de nummer 14, 1 puntje voor Kyle McKinstry, die dus op plek 15 staat. McKinstry nog relatief gezien onbekend. Won dit jaar de Hall Masters en het Noord-Ierse Open. Is 30 jaar. En is afkomstig uit Tandragi in Noord-Ierland. Ja, en dit is Scott Waite. Als je kijkt naar ervaring en titels, dan is het verschil levensgroot natuurlijk. Deze man heeft de meeste grote titels wel gewonnen bij de video. 2 keer wereldkampioen natuurlijk. Won ook deze Find the Darts Masters al een keertje in 2011. Won de Winmar World Masters in 2011. En won in 2010 ook de Grand Slam of Darts. Kortom, een man met een indrukwekkend cv. Was ook al eens een keer WDF World Cup singles kampioen. En als je dat allemaal optelt, dan doet hij hier gewoon weer mee voor de titel natuurlijk. Maar ja, McKinstry lijkt er wel zin in te hebben. 131 voor Waite. Begint met triple 20. Triple 13 en dubbel 16 is wat hij nodig heeft. Dan die zit er net onder. Een enkele 13, misschien nee, 17 voor dubbel 18. Oké. Okay. Dat mag ook. Dubbel 8 voor de Noord-Ier. Even oversteken naar dubbel 4. Die gooit je niet. En zo laat hij de kansen liggen. Om de eerste leg te pakken. Ja, Waite doet het ook. En dan is het weer aan McKinstry. Zijn dit dan ook die nerveuze momenten voor hem? Is dit toch ook voor hem een beetje onwennig? Maar hij pakt hem wel, die eerste leg. Maar het duurt wel even voordat hij dat gedaan heeft. Ja, naast die toernooizegers die ik eerder al noemde, niet heel veel ervaring op grote podia. Heeft zich wel geplaatst voor het WK. Daarin speelt hij tegen Richard Veenstra in de eerste ronde. De Nederlander. Dit ziet er goed uit voor Scott Waite. Die vrij hard die pijlen gooit. McKinstry doet het een stuk zachter. Dan zie je ook dat die pijlen van Waite, gaan we dadelijk ongetwijfeld nog in beeld krijgen, dat die heel ver het bord ingaan. Dit gaat niet uit. Maar hij mag nog een keer terugkomen. Sowieso nog één keer. McKinstry. Een rustige speelstijl. Maar zeer constant. 116 voor Waite. 4 keer 20 en dubbel 18. Dat is alvast 3. Nog één erbij. Is 4. Dan dubbel 18. Net tegen het ijzerdraad aan. Ook McKinstry 116. Ook hij 4 keer 18. 4 keer triple, 4 keer 20 en dubbel 18. Je zou er bijna van gaan stotteren. 16. Zoals jullie maar verliezen. Duurde even bij Waite, maar ook hij heeft hem nu te pakken.
Tietje. McKinstry met die wat kortere shafts. Zeker in tegenstelling tot Scott Waits die met wat langer materiaal speelt. Hier zie je dat. Kijk hoe ver die pijl het bord ingaat. Het punt is bijna onzichtbaar. Ja, die laatste die gaat dan via pijl 1 of 2 en dan is hij zijn snelheid een beetje kwijt. Maar als ze elkaar niet raken, dan gaan ze tot aan de barrel in het bord. Hier blijft nog wel een stukje over. Ja, het is moeilijk te zien met die zwarte punten, maar in het rood kun je het goed zien. Dus het is fijn als ze een beetje in het rood gooien voor ons. Dan kunnen we het goed zien. Dus weet dat nu ook nog even doet. Kijk, die punten zitten er helemaal in. Hij werkt niet mee. McKinstry op 167. Blijft daar, want Waits heeft geen finish, dus hoeft het niet uit. '81 voor McKinstry. Heeft wel even wat ruimte hoor. Gaat naar dubbel 12 toe. En heeft hem te pakken. In 15 pijlen maakt hij er 2-1 van. Ja, Scott Waits. De wereldkampioen van 2016. Want dat was hij natuurlijk. Toen won hij de finale van de Canadees Jeff Smith. Vrij ruim ook, 7-1 werd het. Daarna valt het toch allemaal een klein beetje tegen met Scottie Tuhotti. Haalde de kwartfinale van de BDO World Trophy in datzelfde jaar. Vloei van Peter Mason. Kwam niet voorbij de groep in de Grand Slam. World Masters, laatste 16 eruit. Finder vorig jaar hier in de poolfase eruit. Twee nederlagen aan de broek. Wel kwartfinale op het WK weer, maar dit jaar eerste rondje BDO World Trophy. En ook het eerste potje op de Winmar World Masters ging die eruit. Dus Scott Waits is niet in de vorm van zijn leven. Dat kunnen we voorzichtig wel concluderen. Scott Jurikwa, 136 voor Waits. Niet uit, maar wegzetten kan voldoende zijn. Ja, die dubbel 18. Die ligt hem wel. Scott Waits maakt er 2-2 van. Zo gaat het voorlopig allemaal nog met de darts mee. Dat is goed nieuws voor de Noordier. Want als het zo blijft, dan wint hij deze wedstrijd met 5-4. Dan speelt hij dus morgenavond tegen Martin Adams. Ja, Waits voelt het openingetje een beetje. En is er voorbij. McKinstry naar de 19, 7 keer 19 is 170 over. Dat zal zo ongeveer het idee zijn, dan gooit ze alleen niet. En dus nog altijd Waits met het initiatief in deze leg. De leg die McKinstry is begonnen en die heeft meteen een triple 20 te pakken. Nog eentje rondom door. Ja, dat lukt hem inderdaad. En zo schuift hij een beetje sneaky eigenlijk, Scott Waits, McKinstry voorbij. 81 voor Scott Waits, triple 19. Nee. Gaat wel naar de 12. Gaat hij ook naar Bolzai toe dan? Ja, hij gaat er wel naartoe. Het was niet nodig. Oh, het was toch wel nodig, want de score verspringt bij McKinstry. Die staat ineens op een finish.
Dan had Waits beter opgelet dan ik, want McKinstry, 2x20 en dubbel 14. Dat is 2x20 en dubbel 14. Kyle McKinstry gooit dubbel 14. Hij maakt er 3-2 van. Op het moment dat je denkt dat Waits de break gaat pakken, is het McKinstry die 148 eruit mept. Kijk, die scorende pijlen van beide mannen. Bijna 107 voor Waits, ruim 106 voor McKinstry. Dat zijn mooie cijfers. Dat betekent dat het verschil voorlopig gemaakt wordt in de afwerking. Daar kan het nogal wat beter. Maar het is een prima potje voorlopig. Dus geen lange vingerpudding darten. Het is allemaal goed dit. McKinstry. Hij kijkt meteen naar zijn hand nadat hij die laatste de 1 intrekt. Alsof er iets gebeurt waar hij zelf geen controle over heeft. Het is toch ook niet de beste leg van Scott Waits, deze zesde leg. Maar hij overleeft wel. Deze 136 helpt natuurlijk, want hij houdt 160 over. Dat is een finish. McKinstry gaat niet op een finish komen. Dus zes pijlen voor de Engelsman. Voor de tweevaardig wereldkampioen om er 3-3 van te maken. Maar het kan met 3. Scott Waits, het kan met 3. Ja, ja. De 160 finish van Scotty Too Hotty. En hij maakt er 3-3 van. Kijk, 148 en 160 in de laatste twee legs. Dat is meteen de hoogste finish van het toernooi. Ja, het is de één na laatste partij van deze avond. En we hebben nog een hele mooie te gaan hoor. Jim Williams en Glenn Durrant, dat is het toetje voor deze eerste dag van de Final Darts Masters. Morgen in de middag gaan we dan verder met de tweede ronde vanaf 12:30 wordt er dan hier gedart. En als u nu denkt van ja, het weer is toch slecht. Hier binnen is het heerlijk warm. En morgenmiddag hebben we nog wel een paar plekjes. Dus pak even de telefoon, bel je Hotel Zuiderduin. En dan kun je vast nog binnen. McKinstry gooit niet 161 uit. Misschien dat Waits 130 wil proberen. Nou, proberen gaat hij zeker. Misschien dat hij hem ook wel uit gaat gooien. Waits, bullseye. Nee, iets te veel schouder erin gegooid bij die bullseye. En dus kan het nog altijd gewoon met de darts meegaan. Als McKinstry dubbel 16 gooit. Die gooit hij niet. Ja, zo heel veel breakkansen zijn er niet geweest in deze wedstrijd. Waits een dubbel 16. Nog één. Nee, hij breekt ook niet. McKinstry, dubbel 16. Dubbel 8. Ja, die is binnen. En dan is het nog altijd alles met de darts mee. Nog geen break gezien. Thank you.
Wade. Nou, lijkt er toch minimaal een 9e leg uit te gaan halen. Het is uitstekend weer wat hij laat zien in deze leg. Ja, had natuurlijk gewoon die break voorsprong moeten pakken in de vorige leg. Richting 4-4. Aantal nog maar een keertje 140 vanaf. Komt ermee op 39. Ja, dubbel 18, dat wil hij graag. Dus misschien wordt het wel gewoon 3-dubbel 18. Of kiest hij toch voor 7-dubbel 16. Eens even kijken wat Scott Waits gaat doen. Toch voor dubbel 16. En één etage omhoog. Daar zit dubbel 8. En nu heeft hij dubbel 8 ook te pakken. En is het dus wederom 4-4. Daar hebben we er toch een paar van gezien vandaag. Nou, niet heel veel. Veenstra tegen de Duitser Unterbuchner. Dat werd 5-4. Maar we hebben wel een 4-3 bij de jeugd gezien. Dat was waar ik mee in verwarring was. Tussen Cole en Barry. En nu gaan we hier ook weer een 9 en beslissende leg spelen. McKinstry. Kan hij weer zijn eigen leg houden voor de 5e keer op rij. Hij is weer goed begonnen nu. 60 was niet geweldig. Deze 140 is prima. En deze 140 natuurlijk net zo goed. Ja, de 57 van McKinstry wordt afgestraft door Waits met 140. En die heeft de finish over. McKinstry nog niet. Nu wel. Ah, dit is een knappe beurt van de Noord-Ier hoor. 134 laat 110 over. Waits mag als eerste. Alles met de darts meegegaan in deze partij tot nu toe. Waits heeft tops overgelaten naar 12 pijlen. Het is de leg van Carl McKinstry. Dit moet uit. Dit is voor de zegen. En hij begint goed. En waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar tops. Want hij heeft de 10 gegooid. En tops gooit hij niet. Hij mocht kiezen. Hij koos voor tops. Hij gooit hem niet. Waits ook naar tops. Dubbel 10. Dubbel 5. Scott Waits. Oh, Scott Waits. Je verwacht het niet dat hij die dubbels niet gooit. McKinstry krijgt een herkansing op tops. Of dubbel 10. Of ook dubbel 5. En hij gooit de dubbel 5 wel. Ja, het is een rare wedstrijd toch.